In deze Easy Video behandelen we de stappen voor het vastleggen van loonbeslagen in EasyFlex. Als werkgever dient u loonbeslagen op het loon van de flexwerker in te houden en af te dragen aan de beslaglegger. Allereerst zullen we uitleggen hoe u een nieuw loonbeslag bij een flexwerker kunt invoeren. Daarnaast wordt in deze Easy Video uitgelegd hoe u de volgorde van loonbeslagen kunt aanpassen en hoe u een loonbeslag kunt beëindigen. Om een loonbeslag bij een flexwerker vast te leggen, kunt u via Front Office naar de betreffende medewerker gaan. Op het tabblad CAO Overige vindt u het onderdeel Loonbeslagen. Op het scherm bij Saldo Loonbeslagen verschijnt een overzicht van de huidige vastgelegde loonbeslagen. In dit voorbeeld is voor deze flexwerker reeds een loonbeslag vastgelegd. Loonbeslagen die in de toekomst ingaan, worden in dit venster niet getoond. Door het activeren van de knop Zoeken kunt u alle loonbeslagen, inclusief detailgegevens, opvragen. Nadat u de zoekknop heeft geactiveerd, opent EasyFlex het venster Loonbeslagen. In het linkerdeel van het scherm ziet u alle reeds ingevoerde loonbeslagen, inclusief het kenmerk en de totale schuld. Ik klik op Nieuw om een nieuw loonbeslag vast te leggen. Bij het kenmerk kunt u eenzelfde bepalen kenmerk voor het loonbeslag vastleggen. U geeft de ingangsdatum van het loonbeslag in en indien bekend kunt u ook een einddatum ingeven. In het veld Bedrag loonbeslag dient u het totaalbedrag van het loonbeslag in te geven. Dit bedrag staat vermeld op de vordering. Het saldo van het loonbeslag dat klaar staat voor verwerking vindt u in het veld Betaalsaldo. In het veld Naam begunstigde geeft u de naam in van de persoon of de instantie waarnaar het loonbeslag moet worden overgemaakt. Ook moet u de plaats van de begunstigde ingeven. In het veld Soort rekening selecteert u of het loonbeslag moet worden overgemaakt naar een bankrekening of naar een girorekening. Vervolgens kunt u het bijbehorende rekeningnummer ingeven waarnaar het loonbeslag moet worden overgemaakt. Indien er een betalingskenmerk bekend is, kunt u dit in het betreffende veld ingeven. De wijze waarop het loonbeslag afgelost dient te worden, kunt u ingeven bij de aflossingswijze. Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. Beslagvrije voet per beschikbare arbeidsdag, beslagvrije voet per gewerkte dag, vast bedrag per beschikbare arbeidsdag, vast bedrag per gewerkte dag, en vast bedrag per uur. Indien u de wettelijke regeling volgt, kiest u voor beslagvrije voet per beschikbare arbeidsdag. Dit is het bedrag dat de flexwerker over mag houden. Het beslagvrije bedrag neemt u dus over van de vordering. In EasyFlex dient u het bedrag per dag in te geven. Deel het totaalbedrag dus door het aantal dagen wanneer dit zo op de vordering staat. Leg hier het bedrag vast. Kies hierna voor vastleggen. Het is mogelijk om de volgorde van loonbeslagen te bepalen. Dit is met name gemakkelijk wanneer er meerdere loonbeslagen zijn vastgelegd. Door het loonbeslag middels de pijltjestoetsen omhoog of omlaag te verplaatsen, bepaalt u de volgorde. Het loonbeslag dat bovenaan staat, wordt als eerste in behandeling genomen. Wanneer er met een verloning van een urendeclaratie nog saldo over is, wordt pas een eventueel volgend loonbeslag in behandeling genomen. Let op, als het eerste loonbeslag de keuze beslagvrije voet bevat en het tweede loonbeslag dat is vastgelegd de keuze vast bedrag heeft, dan wordt het bedrag afgetrokken van de beslagvrije voet en wordt het nettoloon van de flexwerker lager. Tot slot wordt in deze video uitgelegd hoe u een loonbeslag kunt beëindigen of verwijderen. Bij een loonbeslag dat nog niet in behandeling is genomen door EasyFlex, kunt u kiezen voor verwijderen. Als een loonbeslag reeds is afbetaald buiten EasyFlex om, bijvoorbeeld als de flexwerker dit rechtstreeks heeft afgelost aan de schuldeiser, kunt u het loonbeslag niet meer verwijderen. U kunt het bedrag dat reeds is afbetaald door de flexwerker, dit is het verschil tussen het bedrag loonbeslag en schuld, ingeven als bedrag loonbeslag. Bijvoorbeeld,
Het bedrag loonbeslag is 1000 euro. De schuld is nog 400 euro. Het verschil is 600 euro. Als u dit bedrag als bedrag loonbeslag vastlegt, wordt het loonbeslag op een correcte wijze stopgezet. In deze easy video zijn de stappen voor het vastleggen en beëindigen van een loonbeslag uitgelegd. Voor meer informatie over loonbeslagen kunt u in het handboek kijken onder procesbeschrijvingen algemeen loonbeslag of bij referentiegids flexwerkers cao overige.